Hey, goeiedag allemaal. In het kader van Ik lees thuis alweer dat derde voorleesfragment uit het prachtige boek van Marte Jongbloed met leuke illustraties van Iris Boter, De Bullebakbaas. Wies en oma Wiese, De Bullebakbaas, om het goed te zeggen. En dit hoofdstuk betreft iets wat de heer Dictator, de nieuwe directeur van de huizige reisoord, heeft verzonnen. Hij vindt dat senioren in beweging moeten komen, senioren moeten grimmen. En Dictator heeft daar iets leuks voor verzonnen. Nou, luister naar dit hoofdstuk. Oma Wisse geloofde haar oren niet. Om 5:00 klonk er een hele harde zoemer door de intercom. Ze zat meteen rechtop in bed van schrik. Ze had de regel natuurlijk wel gelezen, maar dat de wekker echt zo vroeg zou gaan, ze had gehoopt dat het een grapje was. Goedemorgen, dames en heren, klonk Dictator door de intercom. Het is donderdagochtend 5:00. De temperatuur buiten is 8 graden Celsius. Het is windkracht 4. Ik verwacht u over 14 minuten en 14 seconden in de eetzaal voor de gymnastiek. Trek iets sportiefs aan. Tot zo. Het liefst had oma Wisse zich omgedraaid om nog een paar uur te slapen. Maar de stem van Dictator was niet alleen heel onaangenaam. Nee, ze hoorde in die stem nog iets anders. Iets dwingends. Iets waardoor ze zeker wist dat ze precies op tijd in de eetzaal moest staan. Anders kwam ze in de probleem. Zuchtend stond ze op. Wat moest ze aan? Iets sportiefs? Ja, hoe zag dat eruit? Ze deed haar kleerkast open. Ze had alleen maar jurken en rokken en vesten. Of wacht, ergens achter in de kast lag misschien nog een soort legging. Die had oma Wisse heel lang geleden gekocht. Toen zat ze nog op gymles. Zo snel als dat ging, trok oma Wisse de broek aan. Hij zat een beetje strak, maar het ging nog net. Toen oma Wisse de eetzaal binnenkwam, zag ze dat iedereen er al was. Meneer Bolderkar had een korte broek aan, met daarboven een wit onderhemd. Meneer Abdul had een tuinbroek aan, met daarboven een oud en versleten skijak. Mevrouw Rozenboom had gewoon dezelfde bloemetjesjurk aan als gisteren. Misschien had ze zelfs in de jurk geslapen, dacht oma Wisse. Mevrouw Vogeldans had een veel te kort rokje aan en een gekke blouse met franjes. En mevrouw Mostert? Stom verbaasd keek oma Wisse naar haar outfit. Ze had een felgeel joggingpak aan. Met een opgetogen glimlach keek ze om zich heen. Fantastisch, hè? Zei ze. Is dit niet geweldig? Oh, wat zullen we fit worden? Net als vroeger. Oma Wisse wilde net gaan zitten toen Dictator de zaal in kwam marcheren. Hij had een lege groene gymbroek aan met daarboven een strak groen t-shirt. In zijn hand hield hij een lege groene megafoon. Oma Wisse dacht heel even dat mevrouw Mostert ging flauwvallen. Ze vergat namelijk bijna te ademen toen Dictator voorbij kwam. Dictator hield de megafoon voor zijn mond en begon te praten. Het klonk zo hard dat het gehoorapparaat van mevrouw Vogeldans begon te piepen. Welkom, dames en heren. Goed dat u er allemaal bent. Kunt u een beetje meer uit elkaar gaan staan, zodat u genoeg ruimte hebt? Iedereen schuifelde uit elkaar. We beginnen met een paar kniebuigingen. Doet u mij maar na. Voordat oma Wisse één keer met haar ogen had geknipperd, had Dictator al 10 kniebuigingen gemaakt. Meneer Bolderkar probeerde hem na te doen. Halverwege zijn derde kniebuiging zat hij vast. Hij zag eruit alsof hij op een stoel wilde gaan zitten. Help, zei hij, help, ik kan niet meer bewegen. Verdraait nog aan toe. Oma Wisse liep naar hem toe en probeerde hem eerst omhoog te trekken. Daarna probeerde ze hem omlaag te duwen. Er was geen beweging meer in te krijgen. Ondertussen bleef Dictator maar doorgaan met zijn kniebuigingen. Meester, riep mevrouw Rozenboom. Meester, hij zit vast. Denkt u dat u op school zit? Vroeg mevrouw Mostert. Ze deed haar kniebuigingen langzaam en heel netjes, terwijl ze steeds naar Dictator keek. Let niet op elkaar, maar alleen op uzelf, riep Dictator. Het gaat om uw eigen gezondheid. De gezondheid van anderen is niet belangrijk. We doen nu een simpele zwaaioefening. Hij draaide zijn schouders een paar keer naar voren en een paar keer naar achteren. Daarna zwaaide hij met gestrekte armen, als een molenwiek.
ging zo snel dat oma Wisse zijn armen niet meer zag. Ze zag alleen maar lege groene flitsen in de lucht. Meneer Boldekar stond nog steeds in die rare houding. Hij probeerde toch nog mee te doen. Na een paar zwiepen met zijn armen viel hij achterover op zijn billen. Zijn benen bungelden in de lucht. Mevrouw Mostert zwaaide heel sierlijk met haar armen. Het leek alsof ze ging balletdansen. Moeten we hem niet even oprapen? Vroeg meneer Abdul. Hij probeerde met een pijnlijk vertrokken gezicht een arm boven zijn hoofd te krijgen. Wie niet meedoet, verbruikt minder energie, zei dictator. Hij zwaaide nog steeds met zijn armen en vreemd genoeg hijgde hij niet eens. Wie minder energie verbruikt, heeft minder energie nodig. Wie niet meedoet met de gymoefeningen, krijgt dus minder proviant. Proviant? Vroeg mevrouw Rozenboom. Een punt van haar bloemetjesjurk was vast komen te zitten in haar oorbel. Daardoor kon nu iedereen haar onderbroek zien. Dat is eten, zei meneer Abdul hijgend. Wie niet gymt, krijgt minder eten. Nou, dat is toch hartstikke gemeen. Wie niet gymt, krijgt minder eten. Jantori, wat een regime daar, hè. Kijk eens, hier heb ik een paar van die leuke tekeningen van de gimmende senioren in Huize Grijsoord. Nou, dit was mijn laatste voorleesfragment uit dat fantastisch leuke boek De Bullebakbaas. Zou je zeker aanraden om het te kopen, want dat is echt een hebboek. En daar komt een deel 2 aan en die wil je natuurlijk ook hebben. En als je deze leuk vindt, qua taalgebruik en humor, dan vind je ook alle boeken van Herre ontzettend leuk. En Herre, dat zijn er al meer 3 boeken, zie ik hier. 3 boeken van Herre zijn er al verschenen. Nou, kijk nog even naar dat mooie boek. Gaan kopen, zou ik zeggen. Ik weet niet of die als e-book verkrijgbaar is. Die van Herre waarschijnlijk wel. Ik weet het niet zeker. En als straks de bieb weer open is, kun je hem huren in de bibliotheek. Kun je hem lenen in de bibliotheek. Hele fijne dag verder. Geniet van het lekkere weer. En tot morgen. Doei!